Welkom beste kijkers bij een nieuwe aflevering aan tafel. We zijn hier te gast bij eterij en drinkerij Nobel en Gouw. En bij mij aan tafel de mannen van de Ambrasserie. Zouden jullie jezelf even kort kunnen voorstellen voor onze kijkers? Ja, mijn naam is Cor Dobbelaar. Ik ben voorzitter van Ambrasserie. Dat is een bier, wijn en likeurgilde uit Hulst. Maar leden komen eigenlijk van heel Zeeuws-Vlaanderen naar ons toe. En u? Ik ben Marco de Vries en ik ben een van de bierbrouwers van het gilde van Ambrasserie. Ja. U zei het al net, 3 disciplines. Welke disciplines oefent u zelf uit? Ik zelf oefen uit de discipline het likeur maken en het bierbrouwen. En u? Ik met name bierbrouwen, maar ik durf af en toe ook wel eens een keer een likeurtje te bereiden. En ik heb ook wel eens een paar keer een wijntje geprobeerd te maken. Dus maar ik durf mij nog geen wijnmaker te noemen, zeg maar. Wat is dan het meest favoriete biertje wat u ooit heeft gebrouwen? De meest favoriete van mezelf is mijn quadruple. Dat is ook een bier waar ik met wedstrijden wel een aantal keer heb meegedaan, een aantal keer in de prijzen ben gevallen. Mm-hmm. Maar ja, we hebben meerdere brouwers met ieder ook wel een eigen specialiteit. Dus er zijn er brouwers die fantastische stouts kunnen brouwen, wat mij dan weer wat minder lukt. En Cordy maakt bijvoorbeeld een triple die ontzettend in de smaak valt. Ja. Wat voor soort triple is dat? Het is een blonde triple, eigenlijk met de nodige mout hier van de mouterij uit de gemeente Hulst. Ja. Dus dat is wel leuk. Het is eigenlijk allemaal lokaal. Ja. En wij doen het dan toevallig op Duname het brouwen. Dat wil zeggen dat we ook het water dus uit de grond halen. Oké. Okay. Van het rosse zand. Ja. Want zo'n proces om tot zo'n triple te komen, hoe ziet dat er dan uit? Begint dat al met een idee in uw hoofd? Of? Nee, je gaat eigenlijk uit van recepten. Er zijn we kunnen dat allemaal vinden in boeken of via internet. Mm-hmm. Kun je allerlei recepten vinden. En dat ga je dan eigenlijk proberen te maken. En je gaat het ook bijhouden, zodanig dat je precies weet wat je gebrouwen hebt. Dat is eigenlijk wel belangrijk, dat je het nog een keer kunt proberen te laten opnieuw te maken. Ja. En over de quadruple, wat maakt het dan zo speciaal, die quadruple die u brouwt? Ja, dat is eigenlijk een recept waar ik ook mee, wat Cor net zegt, in een boekje ben begonnen. Mm-hmm. En daar ben ik wat aan gaan sleutelen. Ook samen met een collega brouwer nog wat dingetjes geprobeerd. En na ik geloof een tweede brouwsel, toen ik daar een slok van nam, daar werd ik blij van. Ja. En dat is wel een heel goed teken, zeg maar. Dus dat bij de eerste slok al. Mm-hmm. Dus heeft u dat wel eens met biertjes dat u dat niet heeft? Je hebt wel eens een keer eentje die denkt, nou, deze vind ik wat minder. Je bent altijd, jezelf ben ik altijd mijn grootste criticus, zou ik maar zeggen. Dus het komt niet heel vaak voor dat het echt slecht is, zeg maar. Dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Nee. En over daarnaast ook likeuren die u brouwt. Ja. Wat is de laatste likeur die u heeft gebrouwen? De laatste was, gebrouwen niet echt, maar dat maak je dan eigenlijk in likeuren. Want wat is dan het verschil qua proces erin? Het proces erin is dat je dat eigenlijk doet met fruit of wat dan ook van het moment. Mm-hmm. Dus nu is bijvoorbeeld de tijd van de aardbeien. Dus dan moet je iets maken met aardbeien. Ja. En dat doe je iedere keer met de fruit wat je op dat moment hebt. Mm-hmm. En dat is ook de laatste die u heeft gebrouwen? Of gemaakt? Dat was met de aardbeien. Ja. En er toevallig wat citroen in. Mm-hmm. En dat was een leuke combinatie. Dat klinkt inderdaad heel verfrissend, zeker met het zonnige weer. Ja, dat is echt leuk om zo het een en het ander te maken. Ja. We hebben ook ik heb een port meegebracht die we daar hebben staan. Dat is dan, nu komt de tijd ervan aan dat je dat met de noten van de notendijk mooi kunt maken. Ja. Een notenport. Ja, dat is ook weer lokaal, inderdaad. Ja, eigenlijk wel. Dat is een beetje de rode draad in jullie. Ja, ja. Het is echt lokale zaken maken. Dat is wel leuk om het zo te doen. En als ik me niet vergis, was u ook Nederlands kampioen brouwen. Tot 2 weken geleden mocht ik me inderdaad zo noemen. Ja. Begin juni is het de nieuwe ronde van de Nederlands kampioenschappen geweest. Ja. Maar ik was inderdaad Nederlands kampioen van 2023. Nou moet ik zeggen, nou heb ik die fakkel
mooi kunnen overdragen. Want een van onze collega-brouwers, Tony Vermouw, die is dit jaar tweede is geworden in zijn klasse. Dus dat, ja, dat is ook een hele prestatie. En dat was met een Kriek Lambiek. Okay. Wat eigenlijk een bier is waar kersen, zure kersen in zitten. Mm-hmm. De ouderwetse morellen, zeg maar. En dat is, dat is eigenlijk een heel moeilijk bier om daar goed mee in wedstrijden te scoren. Dus. En waarom maakt dat het bier zo moeilijk om daar punten op binnen te halen? Het is altijd, je werkt met een natuurproduct. De mouten die wij bijvoorbeeld van Mouterij de Zwaan gebruiken voornamelijk, die hebben altijd een bepaalde kwaliteitsstandaard. Als je zelf je krieken gaat plukken in een boomgaard en dan je plukt ze met de hand, dat is altijd het ene jaar ten opzichte van het andere jaar, daar zit heel veel verschil in fruit. Dat merken ook de wijnmakers bijvoorbeeld ook en de liqueurbereiders. En ja, dus een kriek heeft eigenlijk dezelfde complexiteit als een wijn. Omdat je echt van het seizoen afhankelijk bent en van het jaar. Hoeveel regen is er gevallen? Hoe droog is het geweest? Mm-hmm. Hoeveel zon hebben we gehad? Ja. Dus dat, er zijn eigenlijk heel veel externe factoren waar je misschien niet altijd evenveel invloed op hebt. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. En doen jullie ook als vereniging vaak mee aan wedstrijden? Met name bij het bier doen we wel vaak mee aan wedstrijden. In het verleden deden we dat met likeuren en wijn ook. Maar er zijn wat problemen geweest in de landen. Er zijn namelijk een x-aantal gilden in Nederland. Ik weet niet. Zo'n 35 ongeveer. Ja. Dus Oké. Omdat, ja, en wij zitten natuurlijk ook weer in een uithoek, Zeeuws-Vlaanderen, om dan eigenlijk mee te kunnen doen en ook keurmeesters eventueel naar hier te krijgen om het te laten keuren. Dat is ook een beetje het. Mm-hmm. Het probleem eigenlijk waar we tegenaan lopen. Want jullie zijn dan voornamelijk actief in Nederland? Ja. Ja en dan niet in Vlaanderen? Nee. Het is echt een typisch Nederlands gebeuren. Ja. Oké. Okay. En dat is wel leuk. We zijn een vereniging met leden. En als je op een gegeven moment voldoende hebt gemaakt, likeuren of bier hebt gebrouwen of een goed wijn hebt gemaakt, dan kun je dus, omdat het een gilde is, word je meester. En dan krijg je dus een schort uitgereikt. De meesterschort, zoals we dat dan noemen. Ja. Dat is altijd een mooi moment om dat te doen eigenlijk. En we komen iedere maand bij elkaar, behalve juli en augustus, dan niet. Op de tweede maandag van de maand in Malpertuis op de Kling. Het is altijd een ongezellig gebeuren waarbij we ook van elkaar de brouwsels of datgene wat gemaakt is gaan proeven en beoordelen en kijken van goh, daar kan je nog verbeteringen of dat is zo goed of, en je leert van elkaar ook veel erover hoe het gemaakt moet worden, want je hoort veel nieuwe dingetjes, terwijl je anders dat allemaal niet kan weten. Dat klinkt echt geweldig. En we hebben er natuurlijk ook beelden van. Daar kunnen we misschien ook nog even naar kijken met onze kijkers. Okay. Dat ze ook een beeld hebben van hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Ja, nee, dat is leuk.
En nu ben ik benieuwd, ook wijnen, daar hebben we het nu nog zelf weinig over gehad. Hoeveel mensen bij jullie maken ook dan die wijnen? Wij zijn in totaal met een, denk ik, stuk of 40 leden, waarvan ongeveer 15, 16 bierbrouwers. En de rest is dan met name wijn en likeuren. En die zitten vaak samen, omdat dat veel wijnmakers maken ook likeuren en andersom. Hm? Het gebeurt ook wel eens een keer dat de bierbrouwers wat andere dingen maken. Maar dat is dan, even uit mijn hoofd, een stuk of 25 leden die dat dan doen. Ja. En we houden ook in het najaar, houden we ook al workshops om cider te maken. Cider? Dat is echt een heel groot succes. Dat heel veel mensen willen namelijk cider maken. Hm? En het is niet zo ingewikkeld om dat te maken. Daar geven we speciale workshops voor. En dan kan iedereen komen. Iedereen kan daar naartoe komen als ze zich aanmeldt. En dat is dan bij fruitbedrijf Herman Verreken. Mm-hmm. Op de Provinciale Weg. En daar wordt dan op een paar zaterdagochtenden eerst de cider zeg maar gemaakt van appels, geperste appels. Ja? Dus die zijn vers geperst. En daar wordt dan cider van gemaakt. Dan moet dan een paar weken staan om te, zeg maar te gisten. En dan gaat het op fles. En dan, dat is ook een leuk moment omdat heel veel, wat in de afgelopen jaren echt een hele grote groep. We hebben verschillende zaterdagen achter elkaar, omdat het zo enthousiasme was. En we kunnen maar een beperkte groep natuurlijk per keer begeleiden. Dus dat was ook een leuk moment om te doen. En we gaan natuurlijk binnenkort, hebben we het ambachtelijk weekend. Ja. Dat is bij het Hof van Kessel, hier op Lamswaarde. Kloosterzande. Of Klooster, ja. En daar gaan we dan ook laten zien hoe je bier, wijn en likeuren gemaakt worden. Ja. En dat kun je ook komen proeven. Ah, mooi. En eigenlijk zo'n cider, is dat dan eigenlijk het instapniveau voor iemand die bij jullie lid wil worden? Het is wel een heel mooi product om mee te beginnen. Ja. Je merkt ook wel weer, het is echt typisch een natuurproduct, maar goed, bij Herman en Magda Verreken, ja, die hebben een boomgaard, dus de appels zijn daar voldoende voorradig. En ja, je maakt is inderdaad vanuit een appel dus echt een mooie sprankelende wijn, appelwijn eigenlijk, want cider is in feite een appelwijn. Mm-hmm. En dat is heerlijk dan een halfjaartje later bij een zonnetje ervan te genieten. Ja. En ook dan, je begint bij jullie dan zeg maar met het brouwen en het maken van de dranken. En uiteindelijk kan iedereen dan opklimmen om inderdaad een meester te worden. Ja, als die een paar keer een goed resultaat heeft neergezet, dan kan je meester worden. Ja. Dus dat is altijd een leuke uitdaging om een keer of wat een goed resultaat neer te zetten en dan dat is leuk om... Hoe lang hebben jullie er zelf over gedaan om meester te worden? Mijn eerste goede bier, denk ik, was ik alles bij elkaar, ben ik een jaar bezig geweest. En zeker als je nieuw begint als brouwer of als wijnmaker, ben je natuurlijk nog heel erg enthousiast. Dat is allemaal nu van alles uitproberen. Dus ik geloof dat ik in het begin wel iedere maand wel een keer de ketels aan had. Dus maar het duurt even. In het begin start je een beetje op. Je moet heel veel spullen bij elkaar verzamelen op zich ook. Want je kunt heel simpel beginnen met een grote pan. En een plastic emmer met een deksel op en een waterslot erop. Je bent echt continu jezelf aan het verbeteren en aan het zoeken, aan het knutselen. Dan komt er bouw je weer een koelkast om tot een vergistingskast. Dus ik geloof na een jaar had ik mijn meestertitel te pakken, zogezegd. Dus En u? Ook zoiets een dik jaar dat je daar nodig hebt om dat te bereiken. Want dus ook met likeuren maken. Voor likeuren maken heb je gelukkig niet zoveel materiaal nodig. Je hebt eigenlijk fruit of andere ingrediënten nodig. Een zeef, een filter. Dat is gelukkig allemaal iets minder. Je kunt alcohol halen bij je kolderij bijvoorbeeld of waar dan ook. Om dat te maken eigenlijk. Dat is wel ideaal om het op die manier. En dan, iedereen heeft tegenwoordig wel een tuin of die heeft wat fruit over waar die denkt van, goh, wat moet ik daar nu mee doen? En dan kun je toch een leuke likeur maken als inderdaad, het gaat ook nog eens een verspilling tegen, dus het is een win-win situatie. Het is een win-win situatie, maar dan kun je van alles, je kunt een likeur maken van bier, maar je kunt ook een likeur maken van koffie. Om er iets op te doen, het hoeft niet per se altijd fruit te zijn of wat dan ook. Maar wat is dan de gekste likeur die je ooit heeft gemaakt? Gekste? Een van de leuke likeuren is wel die met een sinaasappel. Oh. Dat hebben dus een sinaasappel met wat...
van die kruidnagel. Die prik je in die sinaasappelschil. Ja? En dan hang je die boven een laagje alcohol. Dan hang je net erboven. Die mag er niet aankomen, maar je sluit die in een pot af. En je laat die ergens staan waar het een beetje de zonlicht is. Waar het een beetje dat die alcohol zeg maar over die sinaasappel heen trekt. Ja? En dan terug neerkomt. Mm-hmm. En dan na een week of vijf kun je dat filteren, dat je dan overhoudt. En daar met suiker en suikerwater verdunnen naar een drinkbare. Ja. En dan heb je een hele leuke likeur gemaakt. Oh, dat klinkt van al lekker. Helemaal simpel een sinaasappel. Ja. Of wat je ook kunt doen, dat is dus die port tussen te maken. Dat is met wat wijn en suiker. Mm-hmm. En walnoten die nou toevallig nu deze tijd op de Notendijk weer te vinden zijn, dan kun je die daar. Ja. Want het proces van deze fles te maken, deze fles sport, hoe heeft dat er dan uitgezien, heel dat traject? Het traject, nou je gaat rond deze tijd, of volgende maand eigenlijk, ga je noten zoeken, walnoten. Je gaat wat, een stuk of 20 walnoten, ga je dan groene walnoten bij elkaar. Een 5-6 maak je fijn, die maak je kapot, die moeten fijn zijn. Het beste is het om dat te doen in een plastic zak met een hamer. Want als je dat met je handen fijn gaat maken, dan heb je bruine handen voor lange tijd. Ja. Oh ja, dat is spreekt uit ervaring. Ja. Belangrijk is ook dat de walnoot nog niet gevormd is. Dus niet gevormd. Het zijn nog de groene walnoten. De groene walnoot. Niet die van najaar, zeg maar, op het moment zoals wij ze kennen. Ja? Nee. Maar op het moment dat ze nog groen zijn, eigenlijk de noot zelf mag nog niet gevormd zijn. Nog niet, ja. En dat gebruik je als ingrediënt. Ja. En dan doe je daar rode wijn, witte wijn, en alcohol en suiker. En dat laat je een tijd staan. Mm-hmm. En dan de laatste twee maanden doe je er houtsnippers bij. Ja. Dat is eikenhouten snippers, doe je erbij in dat vat. En laat je hem staan. Daarna ga je het zeven. Ja? En dan laat je het nog even een halfjaartje staan. En dan heb je dit resultaat in een. Oh, geweldig. Hij staat al een beetje naar ons te roepen. Ja, hij de staat fles. Al een beetje te. Dus zullen we anders eens een keer proeven van deze mooie notenlikeur met lokale noten van de Notendijk? Ja. Even. Ja. Dan gaat het dus echt wel een. Het is eigenlijk een makkelijke manier om een notenport te maken. Ja. Ja, dat is geweldig. En stel nu dat dit nog meer smaakt, waar kan ik dan terecht? Word lid van onze club, dan kun je regelmatig eens één keer in de maand wel iets proeven van. Precies. Of je gaat zelf maken. Hè? Want iedereen kan lid worden van de club. Iedereen kan lid worden van de club. Met je 18 jaar. Ja. Met je 18 jaar, uiteraard. Ja. Ja, dat is wel. Geweldig. Nou, ik ben heel benieuwd naar hoe dat die smaakt. Ja, alsjeblieft. Nou, dank u. Cor. Ja. Dank je. En dan, beste kijkers, bent u nu ook benieuwd naar de likeuren, bieren en wijnen van de Ambrasserie van Hulst? Dan kunt u terecht op Enkloosterzanden. Want daar staan bij het Hof van Kessel. Bij het Hof van Kessel. 17 en 18 augustus. 17 en 18 augustus. Ja. Nou, dank u wel voor het kijken en wij gaan er nog eentje op drinken. Proost. Proost.